Jimmy. Een nieuwe sensatie uit Engeland, The Rascals. Jimmy. Een verrassende nieuwe clip van de Fratellis. Jimmy. Ook dit jaar werden ze weer uitgereikt, de MTV Video Music Awards. De 25e editie maar liefst, en voor de gelegenheid pakte MTV dus extra groot uit. Voor wie het afgelopen jaar een beetje de muziekwereld gevolgd heeft, is de uitslag toch op zijn minst merkwaardig te noemen. Hollywood Girl. Op deze video is goed te horen hoe Britney live klinkt. Toch is ze heel opmerkelijk nu als grote winnaar uit de bus gekomen. Zij won in maar liefst 3 van de 8 categorieën met haar clip Piece of Me. Volgens ons is dit een klassiek voorbeeld van doorgestoken kaart. Jimmy. Dat het leven van een rockmuzikant niet altijd over rozen gaat, daar kan de gitarist van Oasis Noel Gallagher over meepraten. Hij werd aangevallen door een gestoorde fan tijdens een concert in Toronto. Waar de gebroeders Gallagher elkaar normaal de hersens inslaan, schieten ze elkaar hier te hulp. Rock'n'roll als ze zijn, maakten ze het concert gewoon af. Jimmy. Dan is het nu tijd voor de Fratellis, die met de nieuwe single Look Out Sunshine laten horen hoe je met een rustig nummer toch een dansbare plaat kunt krijgen. Deze week kun je het debuutalbum gaan winnen van The Rascals. Ga naar jimmyalter.nl en doe mee. De mannen waren in Amsterdam en wij zochten ze op. Are you guys ready? Oh yeah. Yes. Okay, then let's do this. Begin dit jaar bracht Myles Kane samen met Alex Turner van de Arctic Monkeys een album uit onder de naam The Last Shadow Puppets. 2 maanden later kwam het debuut van zijn andere band, The Rascals, uit. Jimmy vraagt zich af, kun je eigenlijk wel met 2 bandjes tegelijkertijd debuteren? So you've released your debut album with The Last Shadow Puppets before The Rascals. Isn't that weird? Yeah. Wat vind je vetter, The Rascals of The Last Shadow Puppets? Oh, dat is wel een moeilijke vraag. The Rascals, ik toch wel. Ah ja, Last Shadow Puppets was wel goed zo voor... Tussendoor, het is iets anders. Last Shadow Puppets gaat wat meer met strings en het is allemaal wat ja, theatraler dan de Rascals. Last Shadow Puppets zijn zo wat meliger, zo wat romantischer. Probably there will be elements of it being a bit Last Shadow Puppets, because there's only one Myles Kane. Decided to sneak up away from your stomach and try your pulse to capture what seemed all unknowing and candid, but they suspected it was false. Have you guys gotten any other side projects, or is it just The Rascals for you? I've got like a paint and decorate business you have? Going, yeah, yeah. You've just released your first album, Rascalized. Can you describe the sound of it? Very, very dark sounding. Out of you 3 guys, who is the biggest rascal? Zoals je kunt zien lukt het Myles Kane prima om zijn 2 bandjes uit elkaar te houden. Nu nog kijken of dat Alex Turner ook lukt.
Jimmy. Volgende week zijn we bij Scars on Broadway, waar een band in het voorprogramma staat, dankzij ons. Thanks for watching.